Kunt u uitleggen waar de leerlingen van uw groep 8 mee bezig zijn? De kinderen zijn bezig met allerlei onderdelen van de techniek. Ze zijn in groepen verdeeld en elke groep maakt iets anders. Daar zijn ze bijvoorbeeld bezig met elektriciteit, dus de plus en de min. Hier maken ze een onderdeel met robots. Daar zijn ze bijvoorbeeld bezig om met een 3D-pen iets te gaan maken. Dus zo zijn ze op allerlei verschillende onderdelen bezig. En waar is het allemaal voor? Ja, om kinderen toch eigenlijk wel iets meer met techniek bezig te laten zijn. Er wordt in het onderwijs nog wel eens vergeten. Dus deze workshop kregen wij aangeboden. Dus vonden wij een mooie kans om kinderen met techniek bezig te laten zijn. Wat is uw indruk tot nu toe? Hoe doen ze het? Ja, leuk. Ze zijn heel gemotiveerd. Dus ik denk dat ze het allemaal heel erg leuk vinden. Ja. Judith Itsma, je bent educatief medewerker. Waar zijn de kinderen aan deze tafel mee bezig? Wij zijn bezig met de 3D-pennen. Dus daarmee kun je eigenlijk zo van tekenen, maar dan in het 3D. Dus we zijn nu bezig met een kubus zijn we aan het maken. En daar kun je huisjes van bouwen en dat soort dingen. Wat is je rol precies? De workshops in deze trant die we vandaag hier geven, die geef ik ook vaak in de vakantie hier bij het Stadsmuseum in Almelo. Kun je vertellen wat je aan het doen bent? We moesten een code maken en dan zet je een robotje op en dan gaat hij volgen. En dan kun je ook allemaal snelheden, bijvoorbeeld turbo, langzaam of slakkenstand. Wat vind je ervan dat jullie groep hier met techniek aan de slag is? Ja, ik vind het superleuk. Ik vind het ook heel leerzaam om iets anders te doen. En, wat leer je er dan zoal van? Ja, ik wist niet bijvoorbeeld dat dit kon. En nou kan je bijvoorbeeld leren van een streepjescode dat je dan een robot kan begeleiden. Dus als je iets doet, kun je erachter komen of je het goed kunt? Ja. Wat vind je het leuk om te doen? Ja, want het is een keer iets anders dan school en dan is dit wel een keer leuker, zeg maar. Denk je dat je er iets hebt voor de toekomst? Dat weet ik niet, maar ik denk dat het wel handig is om bijvoorbeeld een code om iets op te lossen, zodat het dan wel bijvoorbeeld handig is. Kun je vertellen wat je aan het doen bent? We zijn met een 3D-pen een kubus aan het maken. Heeft dat nog een bepaald doel? Ja, of om volgens mij kinderen meer met techniek bezig te laten zijn of zo. En had je daar al een beetje ervaring mee met techniek? Ja, wel een beetje. Want we hebben ook altijd op donderdag hebben we Da Vinci en dan gaan we ook allemaal dingen maken altijd op school. Vind je het goed idee dat leerlingen op deze manier in aanraking komen met techniek? Ja, want het is ook heel leuk en daar kan je ook heel veel van leren en zo.